Kan ik op elk moment gratis mijn gsm-abonnement veranderen? In principe ja, maar er zijn uitzonderingen. Algemeen mag je operator geen schadevergoeding aanrekenen wanneer je een einde maakt aan je overeenkomst. Is die overeenkomst aan onbepaalde duur, dan is er geen probleem. Heb je een overeenkomst aan een bepaalde duur en zet je die op binnen de zes maanden, dan moet je opletten. De operator kan dan een schadevergoeding aanrekenen. Die schadevergoeding mag echter niet hoger zijn dan het abonnementsgeld dat je nog verschuldigd zou zijn tot en met de zesde maand van je abonnement. Als je een abonnement hebt waarbij je een gratis toestel hebt gekregen of een toestel met korting, dan kan de operator eveneens een schadevergoeding aanrekenen. Die schadevergoeding mag niet hoger zijn dan de restwaarde van het toestel. De restwaarde vind je terug in een tabel die je bij aankoop hebt gekregen. Let dus goed op, want deze schadevergoeding kunnen gecombineerd worden en kunnen dus zeer hoog oplopen.